De wedstrijd dan tussen de nummer 10 van de Korfbal League en de nummer 1, oftewel DVO tegen Fortuna. Op papier misschien niet heel spannend, in de praktijk echter wel. Helaas is het geluid van de clubbeelden van DVO niet goed bewaard, los van het commentaar onder de livestream. Dus luister mee naar de samenvatting voorzien met clubcommentaar van DVO. Hier met Van der Steen, die krijgt niet veel druk en dan schiet hij hem binnen. 0 tegen 3, goede start van Fortuna en DVO dat een paar opgelegde kansen niet even te benutten. En hier opnieuw, de paasfout. Ja, dat is dus die offensieve druk van Fortuna. Daar heeft het tweede aanvalsvak van DVO erg veel moeite mee. Toch wat probleempjes hier in de zaal. Al is dit een hele mooie actie van Gert-Jan Meerkerk. Koffer-Roekel, nee. Zetje gegeven door Meerkerk, die probeert het een beetje op te stoken. Nick van der Steen bemoeit zich ermee. En dan Gert-Jan Meerkerk opstootje. Allemaal gedoe. Boa die probeert hem even weg te duwen. Ja, die nieuwe scheidsrechter daar, die wordt daar even getest. Gele kaart voor Gert-Jan Meerkerk. Gert-Jan Meerkerk, vrije bal. Ja, nou, kost even, maar dan heb je hem ook. Nogmaals. Van der Steen, kijk, het duurt even, maar dan valt hij ook gewoon. Als je maar vaak genoeg kan herhalen, de vis van Fortuna. Van Nieuwhuizen dan. Het is een spervuur. En een strafworp. Maar het is wel duidelijk dat DVO hier flink van zich af aan het bijten is. De grens aan het opzoeken is. En aan de volgens mij debuterende scheidsrechter om daar een passend antwoord op te vinden. En volgens mij gaat het dan dat voorlopig goed af. Goed, blijft staan, die strafworp. Voor Daan Preuningen voor 4 verschil en die maakt hij. Ja, dat is een duidelijke strafworp. Goeie actie van Gert-Jan Meerkerk. En een vuistje naar het publiek van Fortuna. Ja, dat ze dat beide wel kunnen waarderen. Koffer-Roekel, oh hij maakt hem niet. Oh, 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 oh. Dat zijn absoluut fouten die je niet kan permitteren tegen Fortuna. Dat is zomaar 10% van je 5-10% van je scoren. En dan alsnog Gert-Jan Meerkerk. Oh. Dan is het hier, mooie one-hander. En Koffer-Roekel die daar doorspringt op het lichaam. Biedt zo'n volgende schuldiging aan. En Nick van der Steen haalt er weer een strafworp uit. Hij mist hem, Nick van der Steen. Toch een beetje ontdaan misschien van die valpartij. Daar is de hooglaagbal weer. Oh, dit is een ingestudeerd trucje van Fortuna. Mirjam Malta hier weer het zoeken naar de dames. Van Schie, aansluitingstreffer. Dubbele in het voorveld, wat we ook kennen van Fortuna. Oh, daar was hij er langs. En door de schotklok heen, daar was Nick van der Steen er langs. Dan krijgt Fortuna een vrije bal. Ik heb geen idee waarvoor Fortuna een vrije bal krijgt. De grensrechter gaat even polshoog te nemen, wat er allemaal aan de hand is. Ja, toch de vrije bal gegeven. Nick van der Steen met een hele belangrijke vrije bal. Gaat naar binnen toe en dan naar achter Tim Heemskerk. Ja, Tim Heemskerk maakt hem. Richard van Vloten is nog steeds wit-heet. Marco Berk ook. Komt hier Thomas Rijgensberg in het veld. Nu kan het even op gelijke hoogte komen. Via Meerkerk, die dan zijn achtste maakt volgens mij. Zijn zevende. Meerkerk. Meerkerk. Hij maakt hem en het is weer gelijk. Zo wist DVO heel veel goals te krijgen. En hier weer een vrije bal. Heeft ongeveer een seconde de tijd om die bal weg te gooien. Als Reuningen naar de kop ingestormd. Gaat dan naar de slot van Haren. Ik weet niet of hij geraakt wordt, maar die bal gaat er wel in. En zo is de voorsprong voor DVO een feit. Nu heel statisch oplossen met Roos Scherrenburg in de rebound. Chris van Haren is er langs. Chris van Haren wordt natuurlijk verdedigd gegeven. Oeh, cruciale call. Hier van de scheidsrechter. Cruciale call. Van der Steen schiet hem droog binnen. Kijk, dat bedoel ik. Belangrijk moment. Nogmaals Preuninger. Preuninger van Haren. Pikt de bal ertussenuit. Steekt zijn arm precies op het juiste moment de goede kant op. In-uit van Meerkerk. Meerkerk! Wat hebben de Fortunezen nu in petto? Het is volgens mij Claire van Oosten. Ja, Claire van Oosten in het veld. Gele kaart voor Richard van Vloten. Voor praten. Hij was er toen met de buzzerbeater en uiteindelijk de beslisser die Fortuna in veilige haven bracht. Gaat ze dat nu weer doen? Ze is er hier wel langs.
Oh, Claire van Oosten, wat een invalbeurt. Gelijk de doorbraak en de one-hander. Gaat ze het dan weer doen, Claire van Oosten. Saskia van der Zee, weer naar de kant. De inhoud van Gert-Jan Meerkerk en de ontlading. Ja, Saskia van der Zee gaat weer naar de zijkant. Maar hoeveel wissels heeft Van Vloten nog? Van Oosten. Ja, Van Oosten. Claire van Oosten, die vorig jaar ook al de plaaggeest was van DVO. Maar goed, 2 minuten te gaan. Gert-Jan Meerkerk in de aanval. Daar is hij er langs. Oh, vrije kansje Meerkerk. DVO moet 1 rebound pakken en dan hebben ze nog een kans op de gelijkmaker. En anders is het opnieuw Claire van Oosten. Die Fortuna een veilige avond schiet. Of is het een Verhoek? Nee, het is niet Verhoek. Straf wordt tegen. Want de bal uit de handen bij Thomas Rijgersberg door Robben de Wit. Staat een heer vrij. En dan is het hier Daan Preuninger met de genadeklap. Ik denk dat dit de genadeklap is. En dat was het inderdaad ook. Zo wint Fortuna dus in een tumultueus duel van DVO. Na afloop liepen de gemoederen ook nog hoog op. Al bleef het bij duwend trekwerk. Niet heel veel aan de hand uiteindelijk. Zo was het een enerverende speelronde. Allemaal spannende wedstrijden. Met ook nog een zinderend gelijkspel tussen LDODK en Top. Een samenvatting hiervan zie je bij Podium TV.